Hi, leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe video. Vandaag wil ik het met je hebben over zingeving en hoe je weet wat jouw zingeving in het leven is en waarom het zo belangrijk is om zingeving te hebben in het leven en om vanuit daar te handelen en wat dat met je kan doen. Misschien denk je wel van, joh, ik vind het eigenlijk een beetje een zwaar onderwerp. Weet je, zingeving in het leven, moet ik dan zingeving hebben? Waarom eigenlijk? Het is toch eigenlijk allemaal prima zoals het is? En dat geloof ik ook direct, dat je leven goed is zoals het is. Maar zingeving kan er wel voor zorgen dat je een blijer persoon wordt. En dat je meer met overtuigingen, met passie en met liefde jouw leven gaat leven. En dat is natuurlijk heel fijn, want dan ben je niet meer alleen bezig met het managen van de omstandigheden waarin je bent, maar ben je ook echt doelbewust bezig met het bereiken van dingen die jij wilt en waar je naar uitkijkt. Zingeving, wat dat volgens Wikipedia is, en ik zal het even voorlezen, is een zingeving is een begrip uit de metafysica, wijsgerige antropologie en de psychologie en betekent het zoeken naar de zin, de bedoeling of het doel van het leven, van grote gebeurtenissen in het leven of het trachten het doel zelf te scheppen. Lastig woord. Het woord zelf suggereert dat het een actief proces is wat erop wijst dat de zin van enig voorval geen vanzelfsprekendheid is. Zingeving kan gebaseerd zijn op verschillende elementen, waaronder geloof, reden of logo's en ethiek. De geschiedenis van de zingeving is mogelijk mede oud of even oud als de mensheid zelf. Dat is natuurlijk een prachtig mooie omschrijving. Dus we weten nu in ieder geval dat het een doel is in het leven wat we kunnen en willen hebben. Dat het zo oud is als de mensheid. En dat het eigenlijk over heel veel verschillende dingen kan gaan. Wanneer je je goed voelt, dus wanneer je vanuit jouw normen en waarden leeft, zeg maar, weet welke richting je op wilt, heb je ook iets om naartoe te werken in jouw leven. En je hebt dus zeg maar een soort van richtlijnen waar je aan wilt voldoen. Stel jij bent een persoon die heel erg begaan is met de natuur. Kan het zo zijn dat je vegetarisch eet, omdat je dat gewoon een van jouw belangrijkste kernwaarden is, dat je liefde hebt voor dieren en dat je dieren met respect behandelt. Maar het kan ook zo zijn dat jij donateur bent van natuurmonumenten of staatsbosbeheer. En als jij over straat of strand loopt, dat je dan het zwerfafval opruimt wat jij tegenkomt onderweg. En als jij het belangrijk vindt, als jouw kernwaarde is om manager te worden, om leiding te geven, als dat jouw doel in het leven is, dan kan het zo zijn dat je stappen neemt die jou helpen, die richting op, die jou helpen jouw droomdoel te bereiken. Dus zo kun je bijvoorbeeld jouw wensen uitspreken naar jouw manager dat je graag promotie wil. Je kunt cursussen gaan volgen die jou helpen om jouw doel te behalen en te bereiken. En je kunt ook samen een ontwikkelingsplan maken om te zorgen dat je stap voor stap steeds dichter bij jouw doel komt. Omdat dat is wat jou echt zingeving geeft in het leven. Omdat dat echt is wat jij graag wil bereiken. Weet je? En als je jouw leven naleeft op die manieren en echt de dingen nastreeft die jou gelukkig maken in het leven, dan ben je helemaal in balans met jezelf en dan voel je je fijn en dan weet je dat je er ook echt toe doet. Weet je, dat jouw leven er toe doet omdat jij er iets moois van aan het maken bent. Maar als jij je zingeving niet helemaal helder hebt, dan kan het soms zijn dat je een beetje verloren voelt. Dat je voelt alsof je geleefd wordt, zeg maar. Alsof jouw eigen persoonlijke mening er niet toe doet. En alsof je alleen maar voor anderen aan de slag bent, bijvoorbeeld. Het is net alsof je alleen maar een deelnemer bent aan het leven. In plaats van dat je jouw leven zelf leeft. En dat is niet echt een fijn gevoel, denk ik. Het is net alsof je maar wat lummelt. En alsof je niks aan het bereiken bent. Terwijl je zo eigenlijk je best aan het doen bent. En als je je zo voelt, dan kan het ervoor zorgen dat je op verloop van tijd in een burn-out terechtkomt of in een depressie terechtkomt. Omdat je gewoon niet voldoende voldoening haalt uit de dingen waar jij mee bezig bent. En dat is natuurlijk iets wat we niet willen, wat we zeker niet willen bereiken. Dus stel je voelt je een beetje van ik weet niet wat ik wil, ik weet niet welke kant ik op wil, het voelt maar alsof ik geleefd word. Ga dan ook echt eens kijken wat de zingeving is van jouw leven. Waar doe je het voor? Wat vind je belangrijk? Wat zijn jouw normen en waarden? En hoe zorg je ervoor
dat jij je leven op dit moment zo kunt aanpassen dat je weer een doel hebt. Hè, dat is het allerbelangrijkste. En wat je doel dan is. En daarna kun je gaan kijken hoe jij je doel kunt behalen. De waarden en de normen die je hebt en waar je naartoe wil werken, dat kun je in principe altijd indelen in een piramide, een driehoek. En die piramide van zingeving, die helpt jou om te bepalen waar je nu staat en welke dingen je kunt veranderen om dichter bij jouw doel te komen, om dichter bij jouw zingeving te komen en om gewoon een gelukkiger leven te leiden. En je begint in principe onderin in de piramide, mits je natuurlijk al wat stappen gemaakt hebt, dan zou je ook wat hoger kunnen stappen. Maar vanuit die onderste laag ga je altijd kijken naar, hey, wat is hierboven? Hoe kan ik zorgen dat ik een trap omhoog ga in die piramide? Welke stappen moet ik daarvoor ondernemen? En elk niveau wat jij stijgt, dat draagt bij aan een positiever zelfbeeld. En dat draagt bij aan meer plezier in jouw leven. Er zijn een aantal verschillende niveaus. En die ga ik nu op het beeldscherm voor je toveren. Als we onderin beginnen, dan zie je dat daar staat context en omgeving. Dus daarbij kun je eigenlijk denken aan, hoe ziet mijn omgeving eruit en ben ik er blij mee? Een volgende stap in de piramide is een stap van gedrag. En daarbij kun je denken aan, wat kun je doen om jouw doel te behalen? En als je jouw stap genomen hebt om jouw doel te behalen, dan kun je gaan werken aan jouw vaardigheden, aan strategieën. Dus welke nieuwe dingen zou je kunnen leren of moet je nog leren om jouw gedrag te veranderen? En ga die ook eigen maken. Bijvoorbeeld als je manager wil worden, kun je een cursus leidinggeven gaan doen om te zorgen dat jij jouw kennis over hoe je een team aanstuurt uitbreidt. En uiteindelijk, doordat je jouw vaardigheden en strategie ontwikkelt, zullen ook je overtuigingen en je waarden veranderen. Je kunt natuurlijk hele andere waarden hebben als manager, omdat je andere dingen belangrijk vindt, als wanneer jij gewoon een werknemer bent en jou gewoon jouw werk goed wil doen, zeg maar. En vanuit die overtuigingen en waarden zal ook jouw zelfbeeld of jouw identiteit veranderen. Dus als persoon verander je eigenlijk door de omgeving om je heen die veranderd is. En uiteindelijk leidt dat aanpassen van het gedrag en de vaardigheden er ook toe dat jouw leven meer zingeving heeft gekregen. En als je een droom of doel wilt bereiken, dan zul je altijd door die verschillende niveaus van zingeving moeten gaan. En pas als het laagste niveau waarop je begint op orde is, kun je een stap omhoog maken en gaan werken aan het volgende doel. Dus je kunt niet opeens, extreem voorbeeld, stel ik wil manager worden, kan ik niet nu zeggen ik wil manager worden en ik zit meteen bovenaan in de piramide en ik stuur een team van 10 mensen aan. Zo werkt dat natuurlijk niet in de wereld. Maar dat is wel graag wat we willen als mens zijn. Willen we gewoon dat het zo snel gaat en dat het zo makkelijk is. Maar je zult echt moeten kijken, welke stappen kan ik nemen om mijn doel te bereiken? Stel jouw doel is 10 kilo afval. Ik zal hem even helemaal uitschrijven voor je of uitspreken. Dat is misschien in dit geval duidelijker. Stel je wilt 10 kilo afvallen, want dan heb je een gezond BMI. En dat is fijn, want dat draagt bij aan jouw zingeving. Want je hebt dan minder kans op hart- en vaatziektes. Je bent gezonder, je conditie zal verbeteren. En daardoor heb je gewoon meer energie om met je kinderen of met je kleinkinderen te spelen. En jouw leven zal daardoor in kwaliteit gewoon positief verbeteren. Weet je, dan gaan we nou eens kijken welke dingen er allemaal bij de verschillende niveaus horen. Dus het onderste niveau was context en omgeving. En je hoeft dan niet te denken van, oké, mijn stap is meteen 10 kilo afvallen. Nee, dat is een te grote stap. Dat ga je gewoon niet redden als je dat in één keer wil. Maar in je context en omgeving kun je wel nadenken van, welke situaties triggeren mij nou om een extra koekje te nemen of om een extra snoepje te nemen? En is dat als we gezellig samen zijn met visite, of doe ik dat juist bij troost eten, of als ik alleen ben, of ben ik juist in gezelschap? Ga voor jezelf eens na. Wat zijn nou de triggers die ervoor zorgen dat jij dat extra koekje neemt? En als je dat weet, dan kun je je gedrag gaan aanpassen. Dus eigenlijk is dat de volgende stap in de piramide natuurlijk. Dus wat kun je doen om gezonder te gaan eten? Stel jij vindt het fijn om bij een film wat lekkers op de tafel te zetten, omdat het gewoon hoort bij gezelligheid. Of jij zet altijd lekker een hele tafel vol met allemaal tapas als er visite komt, omdat dat voor jou onderdeel van de gezelligheid is.
Kijk dan gewoon eens of je dat ook zo kan aanpassen. Dat je in plaats van alleen die tapas op tafel, dat je ook een pakje met snoeptomaatjes neerzet. Of met gesneden komkommetjes en een lekker dipsausje. Of misschien wat koolhydraatarme snacks zoals popcorn neerzetten. Zodat je even goed lekker mee kunt snoepen, maar wel dingen neemt die een gezondere keuze zijn als de tapas die eerst op tafel stonden. En misschien kun je ook in je gedrag aanpassen dat je iets meer gaat bewegen. Dus dat je elke dag voor of na het eten even een rondje gaat wandelen buiten. Weet je, 20 minuten is al voldoende om te gaan wandelen. Dus wat let je om dat te gaan doen? En als je dat nu helemaal niet doet en je doet dat daarna één keer in de week, dan heb je gewoon al een hele grote verbetering te pakken. Dus dan kun je daar al trots op zijn. Je hoeft niet meteen van 0 naar 100, dus van geen enkele dag in de week een rondje wandelen, naar 7 dagen in de week een rondje wandelen, als dat niet is wat bij je past. Weet je, doe wat bij je past en neem die kleine stapjes die ook bij dat niveau passen. Als je daar bewust naar gekeken hebt, dus het gedrag wat je hebt kunnen aanpassen, dan kun je gaan kijken naar de vaardigheden en strategie. Dus dan weet je eigenlijk welke vaardigheden jij nu hebt geleerd die bijdragen aan het behalen van jouw zingevingsniveau, van jouw doelen. En is dit wat je nu jezelf hebt aangeleerd, is dat ook voldoende om dat uiteindelijke resultaat van min 10 kilo te bereiken? Of moet je je vaardigheden nog uitbreiden? Ga gewoon voor jezelf eens kijken van, joh, waar zit ik nu en waar kan ik nog naartoe en wat moet ik nog doen om dat niveau wat ik wil te gaan bereiken. Want doordat jij je gedrag verandert, kunnen dus ook jouw overtuigingen en waarden veranderen. En dat is weer natuurlijk de volgende stap in de piramide. En misschien vond je het dus eerder alleen maar gezellig als er voldoende tapas en snacks op tafel stonden als er visite was. Maar zie je nu in dat de gezelschap niet komt uit het eten wat op tafel staat, maar juist de gezelligheid waarmee je bent. Hè? De aanwezigheid van de gezelschap, moet ik zeggen. Juist de aanwezigheid van de mensen die om jou heen zijn. Omdat je daar gewoon je plezier en je joy uithaalt. En doordat je dat nu beseft, heb je ook eigenlijk minder behoefte aan die snacks die op tafel staan. Omdat je weet, van, het zijn twee dingen die los van elkaar staan. Het een hoeft niet per se met het ander samen te hangen, maar het is complementair aan. Dus het kan er zijn, maar het hoeft niet per se. Weet je, als iemand een keer geen chips in huis heeft, of als jij een keer geen chips in huis heeft, als iemand op visite komt, zo be it. Het is even goed leuk, het is even goed gezellig. En vanuit daar, als je die stappen hebt gemasterd, dan kun je dus ook aan jouw zelfbeeld en identiteit gaan werken. Want misschien ben je al een aantal kilo's afgevallen doordat jij jouw gewoontes hebt aangepast. En je overtuigingen hebt aangepast. En nieuwe normen en waarden eigen hebt gemaakt. En dat helpt bij een positiever zelfbeeld. En het laat je ook inzien dat je het wel kan. Hè? Misschien duurt het 4 maanden voordat je 10 kilo kwijt bent geraakt. En dat geeft helemaal niets. En je bent gewoon rustig aan. Ben je stapjes omhoog aan het klimmen in die piramide. En uiteindelijk, als jij je doel bereikt hebt, dan heb je jouw zingevingsniveau bereikt. Want dan kun je gewoon trots op jezelf zijn. Dan heb je nu een gezond BMI. Je uithoudingsvermogen is groter geworden. Je hebt minder kans op verschillende ziektes. En je kunt weer een half uur spelen met de kinderen in plaats van een paar minuten zonder uitgeput te worden. Dus dat verandert echt de kwaliteit van jouw leven. Wil ik je ook nog een oefening meegeven? Waarop je jouw zingeving positief kunt veranderen. Want als je dat wil, kijk dan eens naar de normen en de waarden die je nu hebt. En welk doel je wilt bereiken. En komen die overeen met elkaar? Of moet je daar nog iets in veranderen? En wat kun je eventueel nog doen om gelukkiger te worden en om meer zingeving te ervaren? Weet je, loop voor elke uitdaging die je hebt eens door de piramide heen. Begin onderin en ga steeds verder naar boven. Zo maak je eigenlijk voor jezelf een stappenplan. Waarmee je kunt kijken, hey, wat mag ik gaan doen of wat moet ik nog doen om het volgende niveau te bereiken. En eigenlijk meer plezier en joy uit mijn leven te gaan halen. In plaats van dat ik mijn leven geleefd voelt worden, zeg maar, door anderen. Omdat ik de omstandigheden manage in plaats van dat ik mijn eigen leven manage en de touwtjes zelf in handen heb. En ik kan me voorstellen dat het heel lastig is om dit te doen. En dat je er wel wat hulp bij kan gebruiken. Omdat je ook best wel veel blokkades kunt tegenkomen die ervoor zorgen dat jij vastzit in bepaalde patronen, in bepaalde overtuigingen. En dat je daardoor heel lastig naar een volgend niveau kunt stijgen. Omdat je gewoon eigenlijk, als mens zijnde willen we graag in ons comfortzone blijven. Weet je? We willen niet veranderen. We willen niet heel veel aanpassingen doen. Want dat is, we zijn dat niet gewend.
we zijn dat, het is ons vreemd, zeg maar. We voelen ons prettig en comfortabel bij om te doen wat we altijd al gedaan hebben. Maar door te doen wat je altijd al gedaan hebt, zul je eigenlijk nooit een volgend level bereiken. En juist een stukje coaching kan je erbij helpen om dit keer wel die volgende stap te nemen. En om net even dat duwtje in de rug te krijgen om even iets extra te kunnen doen voor jezelf en om jezelf wel te triggeren om dit keer die stap te nemen. En je zult zien, als je dat doet, dan ben je jezelf gewoon echt ontzettend dankbaar na verloop van tijd dat je die stap hebt genomen. Want dan is datgene wat eerst nog spannend was, is nu een gewoonte geworden. En doe je het zonder moeite en word je er gewoon echt een blijer mens van. Dus gun jezelf even wat coaching als het je even niet lukt of als je er even niet uitkomt, omdat je dat echt 10 stappen vooruit helpt in hele korte termijn. Als je interesse hebt in coaching, kijk even op mijn website lindabisschop.nl bij het kopje afspraken. Dan zie je welke verschillende vormen van coaching er allemaal zijn. En ook kun je daar via de agenda een gratis kennismakingsgesprek inplannen, waar we samen kunnen gaan kijken, joh, wat wil jou bereiken en hoe kan ik jou daarbij helpen?